Wat ik in mijn praktijk merk, maar ook vanuit mijn rol als lid van de Global Risk Committee van Dealey & Piper, is dat cybersecurity top of mind is. En dat dit vaak op het bord van de General Counsel terechtkomt. Maar voor een General Counsel kan het lastig zijn om inzicht te krijgen in de beveiligingsprocessen. Want het is niet zozeer de vraag of, maar wanneer een bedrijf gehackt wordt. En de gevolgen zijn enorm. Denk aan datalekken, klantgegevens die op straat liggen, dus reputatieschade. Ik adviseer een General Counsel ten eerste om met de IT-afdeling te gaan praten, om de beveiligingsrisico's in kaart te brengen en deze op te laten nemen in het zogenaamde Risk Register. We doen binnen de board een Risk Owner die verantwoordelijk is voor de desbetreffende bedrijfsprocessen. Laat daarnaast een externe partij penetration test doen om een zwakke punt bloot te leggen. En, last but not least, zorg ervoor dat de hele organisatie zich bewust is van de risico's, want de mens is en blijft de zwakste schakel. Kortom, cybersecurity kan niet langer worden genegeerd. Pak het op.